Het is zonde van je belastinggeld. Hè? Het is een kwaad en daar moet je je verder van houden. De VPRO heeft het plan om een documentaire reeks over porno uit te zenden met pornobeelden. Wat vindt u hiervan? Ja, en pornobeelden gaan maken. Nou, wat ik al twitterde, dat is nou echt zonde van je belastingcenten. Dus ik bedoel, je gaat als je een documentaire wilt maken over de effecten van een atoombom, ga je toch ook niet eerst een atoombom gooien of een atoombom maken? Waar slaat dit op? Laten we gewoon die porno ook noemen wat het is. Exploitatie van seksualiteit, van de vrouw vaak. Als je geen betere manier hebt om iets aan documentaires te doen, nou, dan ben je als omroep eigenlijk een beetje overbodig geworden. En dan is de eerste bezuiniging die op de NPO kan plaatsvinden, die kan gewoon rechtstreeks ingeboekt worden op de VPRO wat ons betreft. Ja, ik ben niet tegen porno. Ik ben er niet tegen het uitzenden van porno. Iedereen doet het. Maar de bisschop doet het ook. Dus ik snap niet. Hij heeft het ook gedaan. Hij heeft kinderen. Dus ik begrijp dat probleem niet. Dat is toch heel normaal. Heeft u het ook wel eens bekeken, porno? Nee, ik zie wel eens aankondigingen voorbij komen en als je een bepaalde kranten leest, dan passeren ook wel eens advertenties als je die doorbladert. Maar ik heb er geen behoefte aan om dat te bekijken, gelukkig niet. Want op zich is het misschien ook wel handig om het te bekijken voordat u het verbiedt, zodat u weet wat het is. Want misschien zijn er ook mensen die het heel leuk vinden. Ja, dat zou best kunnen, maar ik geloof niet dat dat nou echt een criterium is. Of mensen het heel leuk vinden of niet. Ik bedoel, het gaat ook met haatdrugs. Sommige mensen vinden dat ook heel leuk. Maar daarom zeg ik nog niet van nou, dan moet je dat er maar naartoe laten. Het is zonde van je belastinggeld. Hè? Het is een kwaad en daar moet je je verder van houden. Meneer Bisschop zegt dat hij zelf nooit naar porno heeft gekeken. Gelooft u dat? Ja, dat is altijd bij die streng gelovige zaligheid in en aan het kruis. Jullie zijn tegen porno, heb ik begrepen. Heeft de woordvoerder bisschop. Heeft u het wel eens gekeken? Ja, hij is ondeugend hoor. Ja. Heeft u het wel eens gekeken? Ja, dat zeggen ze dus allemaal. Ja, want hij is wel een ondeugend hoor. Een bisschop trouwens ook wel.